Jullie slapen? Ja. Hallo iedereen, wij zijn Kasia en Junior. En vandaag brengen wij verslag uit van het KV-concert in de Lotto Arena. Het is nog maar 10 uur, maar er staat echt al heel veel volk, zoals je hier kan zien. Iedereen is dus heel enthousiast, benieuwd wat dat gaat geven. We komen juist binnen. Het is supergoed. Iedereen staat klaar om K3. Ik ook. K3 weet ook wel hoe ze het feestje moeten bouwen, ze. Official merchandise. Er begint veel volk binnen te stromen, dus ik denk dat het tijd wordt voor een spelletje. We spelen vandaag wie van de drie. Ik stel 5 vragen waarvan het antwoord altijd Hanne, Marten of Klaasje is. Oké, zijn jullie er klaar voor? Ja, ik ben hier met Jarno en met Laura. Zijn jullie klaar? Oké. Wie van de drie is roos de lievelingskleur? Ja. Ja. Amai, we zitten wel met een kenner, precies. Ja, precies wel, hè. Wie van de drie, dat is een heel moeilijk. Wie van de drie was vroeger scoutsleider? Ja! Oké, nu de moeilijkste vraag van allemaal. Wie van de drie heeft blond haar? Klaasje. Yes. Woe! Oké, ja, ik denk dat ze allebei een prijs verdienen, hè. Ja. Hoor, ik zal even de prijs overhandigen. En geniet van de show, hè. Bye bye. De kindjes weten er toch al wel veel van. Maar nu is zien wat de mama's en de papa's weten van K3. Ondertussen hebben wij 2 mensen gevonden. Dani en Samantha. En die gaan wel een spelletje spelen. Dus het spelletje gaat zoals volgt. Het is een soort van quiz. En ieder antwoord is een liedje van K3. Oké. Zijn jullie klaar? Ja. Hier is... Erik van Looy buiten en jij een nieuwe. Yes. Oké, we gaan naar binnen, want de show gaat bijna beginnen. Junior is helemaal klaar voor. De show zit er helaas op. Ik heb me super hard geamuseerd. En op bepaalde momenten was ik eigenlijk aan het twijfelen, zit ik nu bij Dimitri Vegas of en Like Mike, want dat is echt wel een feestje. Ja, inderdaad. De mottige mot, daar heb ik wel mijn bedenkingen bij. Ik vond die wel een beetje eng. Deed me een beetje denken aan Carbonkel, maar tot daar. Wil je meer zien van onze filmpjes, stuur dan zeker naar www.sportpaleis.be/fanbase. Tot de volgende! Bye!